Je hebt een verleden bij Go Ahead Eagles, de tegenstander van morgenavond, rond 2008 was dat. Periodetitels gewonnen, ook een beetje in mineur natuurlijk geëindigd voor jou. Wat is het voor club? Hoe kijk je er eigenlijk ook op terug? Prachtige club, vergelijkbaar met de Graafschap. Volksclub, midden in de wijk. Thuis mag je niet verliezen, moet aanvallend voetbal gespeeld worden. Ja, ik had er enorm naar mijn zin en drie hele fijne jaren. Ik kom er nog graag, Adrie Steenbergen, voetbalvriend. Ik ben er nou een paar keer terug geweest en dat liep steeds heel aardig af. En dat vind ik dan ook wel weer fijn, want die wedstrijd moet wel gewonnen worden. Nou, dat hebben die supporters gisteravondmiddag weer eens even duidelijk gemaakt, hè, dat daar echt een goed resultaat gehaald moet worden. En zo is het ook. Enorme rivaliteit. Ja, ik vind dat wel mooi. Hè. Alleen, niemand kan erbij zijn. Ook weer zo doodzonde. Ja, de burgemeester van Deventer, die eerder zei van ik durf het nog niet aan. 6 september zou die gespeeld worden. Die zegt ook nu weer van alsjeblieft, blijf thuis. Hij is toch nog wel een beetje bang dat supporters die kant op komen. En in de Vetkampstraat, hè, zo mooi gelegen daar midden in die arbeiderswijk, dat ze dan toch samenkomen. Hoe zie jij dat? Nee, gaat niet gebeuren, joh. Deze jongens die zijn enorm gedisciplineerd, willen juist graag dat dingen nu door blijven lopen. Gisteren weer best wel de hele middag met die mannen bezig geweest en de selectie. En dat was hartstikke mooi. En die zijn alleen maar aan het meedenken en willen ook graag dingen nu gewoon zonder problemen verlopen. Dus daar hoeft de burgemeester echt niet bang voor te zijn. Seuntjes heeft weer wat extra trainingen kunnen doen natuurlijk. Jij wilde nog niet, kon nog niet zeggen vrijdag of hij zou spelen tegen NAC. Nu ben je daar wel zeker van dat hij inzetbaar is en dat hij gewoon gaat starten? Nee, maar had NAC ook gehaald. Dus gaat nu zeker starten. Mits er vandaag nog wat in de training gebeurt. Maar dat kan met iedereen gebeuren. Maar Ralf, die wil ontzettend graag en gaat ook starten. Moeilijk misschien voor je, ik weet het niet, wie daar dan achter komt te spelen. Opoku kan daar natuurlijk staan, is daar min of meer ook voor gehaald. Maar Schuurman deed het ook goed. Nee, Jesse is echt fantastisch bezig. En, multifunctioneel, dat wil zeggen op meerdere posities inzetbaar. Aanvoerdertje van Jong Vitesse die zich steeds beter ontwikkelt. Klein beetje de schroom van zich aan het afgooien is. Ik wil gewoon dat hij nog wat meer persoonlijkheid gaat tonen. Want dan zou hij bijna nog meer aanspraak kunnen maken op iets. Om Jesse is het wel heel lastig heen gaan nu, want het doet gewoon heel goed. Oké, met andere woorden, in die laatste zin ligt verscholen, hij gaat spelen. Die kans is wel heel groot, ja. Op 10? Die kans is wel heel groot.